De Dag der Verpleging 2020 staat dit jaar in het teken van COVID-19. Wereldwijd wordt er stilgestaan bij deze dag. Ook in Suriname zijn de verpleegkundigen in het zonnetje gezet. Het 's Lands Hospitaal heeft verschillende zorgwerkers genomineerd voor verpleegkundigen van het jaar 2020. Het thema van het jaar is Nursing the World of Health, focusing on the true value of nurses to the people of the world. Medisch directeur Sunita Nanan Pandey zegt dat het een heel toepasselijk thema is. We zitten in moeilijke tijden, maar de zorgverleners zijn ondanks de situatie doorgegaan. Ze hebben zich flexibel opgesteld, onbaatzuchtig, trots, zonder vooruitzicht op extra waardering. Alhoewel, het wordt vandaag goed gemaakt. Toch willen we even nog dank uitspreken voor de uiteindelijke beslissing om alle ziekenhuismedewerkers in Suriname toch te belonen met een extra SRD 500. Het was hectisch, het begin van de coronaperiode van Suriname. Dagelijks werden de instructies bijgesteld. De directie moest zorgen voor een veilige ziekenhuisomgeving en zich houden aan internationale en nationale richtlijnen. Imro Edam, bondsvoorzitter bij het 's Lands Hospitaal, zegt dat het coronavirus ervoor gezorgd heeft dat mensen anders zijn gaan denken en handelen. De bondsvoorzitter benadrukt dat als de samenleving denkt dat er geen corona meer in Suriname is, ze buiten de realiteit leeft. U zou nu moeten leven, nu, overal waar je gaat, als je telefoon zou je dit moeten hebben. Overal in je zak. Gelooft u mij, u hoeft het niet te onderschatten. Ik zie het, maar ieder denkt en weet dat er corona is. Maar wanneer je kijkt hoe men zich manoeuvreert, dan denk je, hey, is deze wel boos? Dus let erop mensen, corona komt niet door een cliënt die naar binnen komt. Corona komt door mensen. En uw collega is ook een mens. Houdt u rekening met de afstanden. Waar het mogelijk is. Of het niet mogelijk is, dan laten we God daarvoor bidden. Want ik denk, wanneer u daar staat bij de patiënt, zou u onmogelijk twee meter in acht kunnen nemen. Maar laten we daarvoor bidden. Maar je kan wel twee meter in acht nemen wanneer je bezig bent met je collega. Dan heeft hij voor mij, voor het geval wij nog moeten geconfronteerd raken met besmettingen in Suriname. Dat vermeed je dat. Althans, je verkort de afstand naar jou toe. Tot zover Imro Edam, bondsvoorzitter bij het 's Lands Hospitaal. Hij sprak vanmorgen in het kader van de Dag der Verpleging. Verschillende verpleegkundigen zijn genomineerd voor verpleegkundigen van het jaar 2020.